We zijn hier in het Sophia Kinderziekenhuis op de afdeling gynaecologie en verloskunde. En ik spreek met Bas van Rijn, hij is gynaecoloog en hij is ook ambassadeur van de Groene Gynaecoloog. Dan worden er hier per jaar duizenden kinderen geboren. En Bas is expert in een bijzondere manier van bevallen en daar spreek ik met hem over. Wat is dat precies? De groene bevalling? Want dat is die bijzondere manier waar ik het over had, hè? Ja, de groene bevalling is eigenlijk een concept waarbij we proberen om voor kinderen die nu geboren gaan worden ook te zorgen dat de klimaatimpact van een bevalling zo beperkt mogelijk blijft. En de kinderen die nu geboren worden gaan het meeste merken van klimaatverandering. Ja, die willen heel graag dat wij daar goede zorg voor ontwerpen. En als je kijkt wat een bevalling genereert aan, aan footprint, dus de materialen die worden gebruikt, impact die dat heeft op milieu en klimaat, dan is dat echt enorm. Dus de groene bevalling is eigenlijk een project waar we de komende 2 jaar gaan proberen om die bevalling helemaal CO2-neutraal te krijgen. En dat begint natuurlijk bij afval, maar dat gaat ook over het type zorg dat je levert. Ja. In een ziekenhuis zorg ontvangen levert natuurlijk veel meer impact op het milieu en klimaat dan niet in het ziekenhuis zijn. Okay. En op afstand zorg ontvangen of korter in het ziekenhuis zijn. Ja. Dus we gaan eigenlijk per zorgonderdeel dat we leveren na, wat is nou de milieu-impact en hoe kunnen we die zorg eigenlijk zo groen mogelijk krijgen. En dan staat veiligheid voorop natuurlijk altijd. Zeker. En patiëntbeleving, maar daarnaast kun je kijken hoe zorg ik dat de zorg, als ik je goed begrijp, minder intensief wordt, zodat we ook minder CO2 produceren. Dat is het idee? Dat klopt. En er zijn verschillende niveaus waar je dat kan doen. Je kunt denken aan de materialen die je gebruikt. Ja. Wij gebruiken toch nog echt veel, net als op een OK, veel wegwerpmateriaal. En dat kan minder en ook anders. We werken ook samen met de TU Delft en met de Erasmus Universiteit om nieuwe materialen te ontwerpen en ook, ook manieren om dat afval beter te verwerken. Maar je kunt ook inderdaad denken aan hoe krijgen we zorg anders georganiseerd, zodat we minder overzorg creëren. Ja. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat we in een zwangerschap al gauw 5, 6, 7 keer een echo maken. Terwijl we eigenlijk in onze richtlijnen denken, wil weten dat het misschien met minder, dat dat misschien met 2 of 3 keer ook wel voldoende is. Dus dat hey, we maakten zo net vooraf al een soort grapje. Dan hebben we straks ook groene beschuit met muisjes. Of beschuit met groene muisjes nodig. Dat vinden we sowieso vanuit Rotterdams perspectief een goed idee. En we hebben dan groene baby's. Maar waarom is het voor die kinderen zo belangrijk dat wij werken aan duurzaamheid? Aan duurzame zorg? Ja, ik denk dat kinderen en ook ouders van kinderen dat van ons verwachten, eigenlijk nu al. En eigenlijk ook een ziekenhuis of zorg gaan uitzoeken waar een maatschappelijke verantwoordelijkheid belangrijke mate terug te zien is. En klimaatimpact is eigenlijk ook een energielabel van de zorg. Ja. Gaat vanuit onze patiënten gewoon gevraagd worden. Ja, ik denk het ook. Bas, ik snap wat je bedoelt. Dus we moeten intensievere zorg voorkomen. Nou is natuurlijk IC-zorg daar de ultieme vorm van. Wat doen we daaraan in het Sophia om ook dat zoveel mogelijk te beperken? Ja, dat klopt. Op de IC-kinderen lopen al initiatieven om de enorme impact die IC-zorg heeft naar beneden te krijgen. Daarvoor is mijn collega Suzanne Koogjes actief. Dus daar kunnen we even een kijkje nemen. Goed, laten we doen. Ik sta nu met Suzanne Koogjes in de spoelkeuken van de IC-kinderen. Suzanne, kun je vertellen wat jullie hier dan doen? Ja, we hebben een half jaar geleden gekeken naar ons afval en kwamen erachter dat 20% van alles wat wij weggooien voeding was. En dat dat ook heel veel plastic bevatte. Ja. Dus een moeder die kolft, doet dat 8 keer per dag, gebruikt daar 2 flesjes voor en die flesjes gaan allemaal in de vuilnisbak. Dus per moeder 16 flesjes per dag. Per dag. En wij vonden dat eigenlijk heel erg zonde en hebben gekeken samen met de facilitaire dienstverlening of we dat niet konden gaan recyclen. En daar is nu dus een pilot gestart waarbij wij plastic verzamelen om het te gaan recyclen. Ja. Dus als je heel goed analyseert, kom je er ook achter wat je eigenlijk weggooit en kun je op een simpele manier besparen. Precies. Op een plek waar wij het niet hadden verwacht. Ja. En jullie doen nog iets anders. Dat vond ik ook heel aardig om te horen. Heel onverwacht. Ja, we zijn aan het kijken of we samen met de industrie de voeding kunnen veranderen. Dus voor zuigelingen weten we dat het vaak koemelk gebaseerd is. En, en dat is waarschijnlijk ook het beste. Maar voor oudere kinderen die veel zondevoeding krijgen, is dat ook zo. Terwijl op die leeftijd heb je dat eigenlijk niet meer nodig. Dus we willen eigenlijk van de industrie een goede plantaardige vervanger voor alle melkproducten die wij hier op de IC gebruiken.
Heel goed. Mooi voorbeeld. Was heel onzichtelijk om te zien wat jullie allemaal doen. Tot slot, wat is jouw duurzame tip voor Erasmus MC'ers? Nou, wat mijn tip zou zijn is, als je duurzaamheid wil aanpakken, ga vooral samenwerken. Ja. En ook buiten het Erasmus MC, duurzaamheid is nou net een onderwerp waarbij je beter niet kunt concurreren met elkaar. Ja. Anders haal je gewoon de doelstellingen niet met elkaar. Ja. Dus de opkomst van ook Groene Zorgalliantie, van industrie en zorg die bij elkaar zitten aan tafels, dat is allemaal heel erg belangrijk. Ja. Dus richt je vooral op samenwerking. Hartstikke goed. Mooi. Dankjewel. Dank jullie wel.